Ik sta hier bij Philippe Craco. Voor mij totaal onbekend, maar we zijn excentriek de 13e deze. En ja, Nobeer heeft gezegd, ik heb een nieuwe aanwinst. Er zijn twee nieuwe personen bijgekomen. Ik zou zeggen, Philippe, vertel het mij. Wel, Norbert ken ik al lang en uiteraard van excentriek van hier te komen. En in oktober, november van vorig jaar kwam ik Norbert tegen in Halifax en zei hij van ja, we zouden eigenlijk een keer moeten klappen en dan zijn we beginnen praten. En ik had het al een beetje, voelde het een beetje komen van waar het de wind kwam. En toen hebben we eigenlijk relatief snel beslist om samen een partnerschap aan te gaan. En dan, omdat ik inderdaad nog andere zaken heb, zijn we op zoek gegaan naar een jong element. En Nazilevic Glorieux, dat is eigenlijk de operating manager partner die eigenlijk de toekomst van excentriek verzekert. Ja. Wat mogen we dan in de toekomst verwachten? Vernieuwing, uitbreiding? Wel, in ieder geval, dit jaar zijn we er eigenlijk bijgekomen ongeveer eind december, halverwege januari. Dus het was relatief laat om nog heel veel nieuwe dingen te doen. Nu, de bedoeling is uiteraard de beurs, excentriek blijft een beurs. Maar we gaan uiteraard in de toekomst ze blijven upgraden. En we gaan ook maken dat, dat het terug excentriek wordt, dat het wat naar boven gaat. En allee, kijk, als we ooit een keer kunnen een celebrity als Shakira of dergelijke strikken, dan zou dat natuurlijk wel fantastisch zijn. Dus dat is een beetje de ideeën waar we naartoe gaan, om inderdaad ervoor te zorgen dat de beurs terug een stapje hoger gaat, een stapje hoger schakelt. En ook een internationale uitstraling meekrijgt. En uiteraard, dan mede daardoor ga je dus de internationalisering meekrijgen. En de bedoeling is, dat we dromen ervan om hier op termijn alle grote merken hier zouden kunnen aanwezig zijn. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want we weten, het zijn moeilijke tijden, ook voor de grote bedrijven. Was het moeilijk voor bepaalde firma's over de streep te kunnen trekken? Wel, laten we zeggen, uiteraard, voor niets, dat gaat niet meer. Hè. Er moet veel en hard gewerkt worden, er moet een inspanning geleverd worden. Nu natuurlijk, de beurs heeft wel zijn waarde en mensen weten dat wel te valoriseren. Maar natuurlijk, je moet een goed concept hebben, je moet een goede aanpak hebben, een goede service. En dan kun je de mensen wel natuurlijk over de streep trekken. Ja. Want je kent excentriek, je bent al vele jaren op bezoek geweest. En nu ga je ook mee in betrokken zijn. Voelt het niet raar aan? Nee, ik heb een creatieve geest, dus ik kan mij zeer snel inleven in een situatie. En excentriek had wel een beetje een nieuwe aanpak, een beetje verjonging nodig. Nazilevic staat daarvoor. En wij ondersteunen die jongen 100% om ervoor te zorgen dat hij in de toekomst van excentriek een fantastisch verhaal kan maken. En van waar die gedrevenheid, die passie? Ja, ik ben altijd entrepreneur. En ik denk, dat zal waarschijnlijk in mijn genen aanwezig zijn. En daardoor ondernemen, iets bouwen, iets maken, iets creëren, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Want gisteravond was de eerste avond, de kop is eraf. Het was een succes, laten we maar zeggen. Gisteren was de opening, de eerste avond, een succes. Ja, gisteravond was echt een succes. Iedereen was tevreden, de catering was goed. Maar over het algemeen was het eigenlijk zeer, zeer, zeer goed. Iedereen was content, de muziek was goed, de optredens, de animatie, de standhouders waren tevreden. Dus uiteindelijk heel, heel goed. Ik zie het, jouw ogen glunderen. Ja, het doet mij plezier natuurlijk. Als je iets realiseert en de mensen zijn enthousiast, dan is het natuurlijk uiteraard leuk. En vooral ook voor de standhouders, dat die tevreden zijn. Ik heb net mijn tour gedaan en ik hoor toch heel veel positieve commentaren. Dat de mensen uiteindelijk, kijk, er zijn een aantal mensen die zeggen, maar ja, we gaan voor volgend jaar, kijk, we tekenen nu al in voor volgend jaar. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Hè. Ik zou zeggen, Philippe, geniet nog van deze dagen en dank je wel voor deze toelichting. Zal ik zeker doen en bedankt.